Breda Nu. Je weet het meteen. Sinterklaas bezoekt heel Breda, zo ook wijk De Heuvel. In wijkcentrum De Vlier had de Sint tijd voor een praatje, foto of handje. Onze praatjespiet vroeg de kids langs de kant van de route of ze al iets in hun schoen gevonden hadden. Hallo, hoe heet jij? Tiano. Dilano? Wat een mooie naam. Ben je blij dat Sinterklaas er is? Ja. We hebben je schoentje al gezet. Ja, maar ik had eigenlijk niks in mijn schoen. Hallo, hoe heet jij? Rose Lind. Heet jij Jena? Nee. Hoe heet jij dan? Jenna. Jenna, ik ben een domme Piet, hè? Ja. Ja, heb je ook je schoentje al gezet? Ja. En heb je je schoentje al gezet? En heb je al een cadeautje gehad? Ja. Twee. En heb je al iets van Sinterklaas gehad? Een schoentje. Ja. Ja? En wat heb je gehad? Lego. Quentin. Vincent. Ja. Oh, dat is een mooie naam. En hebben jullie al een cadeautje gehad van Sinterklaas in de schoen? Ja. Ja, en chocola zat achter de bank van Sinterklaas. Jimmy. Oh, heb jij al gezongen voor de Sint? Wel toch? Doe jij direct dan zingen en zwaaien naar hem? Wat heb jij daar? En jij, durf jullie daar? Zwaaien naar Sinterklaas, hè? Ja. Heb jij al een Pieter-diploma? Nee. Maar die zou jij wel willen hebben, denk ik, hè? Ja. Aan Sinterklaas vragen dan, hè? Doe maar high five. Doe maar, high five. High five. High five, zo. Goed zo. Hoe heet jij? Sinterklaas. Ja, hij heet Sinterklaas. Ja. Manu. Oh, dat is een mooie naam. En heb je al een tekening in je schoen gedaan van Sinterklaas? Ja. En heb je ook wat gehad? Ja. Ah, maar straks komt hij in de vlier en dan kun je er naartoe. Ga je hem dan een handje geven? Gaan we er dan naartoe? Misschien wel. Ja, ja, ik denk het wel. Nou, ik denk dat hij je hartstikke leuk vindt als jullie komen. En jij ook? Ga je ook naar Sinterklaas toe komen? Ik denk het wel. Zitten jullie op de bus te wachten? Ja, ja. Naar Spanje. Ja, maar die is al lang weg. Okay. Die komt pas 5 december om 12 uur. Dan komt. We gaan nog even feest vieren. Ja, dan gaan we nog even. In de vlieren. Ja, kom naar de vlieren, jongens. Maar Sinterklaas, u komt hier nou al voor het 5e jaar. Wat vindt u daarvan? Ik vind het hier altijd heel erg en reuze gezellig. Natuurlijk in de optocht in De Heuvel. Het zijn ook altijd hele lieve, enthousiaste kinderen. Die hier altijd Sinterklaas veel en heel hard toestaan te wuiven. En het naarfeest in de grote zaal altijd berengezellig. Breda Nu. Je weet het meteen.